Goedemorgen, vandaag is de dag van de verpleging. Ja, zeer belangrijke mensen hebben we al gemerkt de afgelopen 2 jaar. En ja, laten we nou eens zo'n verpleging, verpleger, verpleegster, laten we die nou eens tekenen. U mee? Ja, laten we dat maar gewoon even, eerst het haar eens even doen zo. Zo, oh ja, zou hier natuurlijk nog een... Zou hier natuurlijk zo'n mutsje kunnen doen met zo'n een rode kruis erin. Zo, gewoon natuurlijk een verpleegsterskostuum. De mouwen opgestroopt, hè? Of tenminste, volgens mij zijn het altijd korte mouwen bij de verpleegsters. Ik vraag me altijd of ik dan die handen moet laten. Dat is ook zo'n dingetje zo. 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 Borstzakje met van allerlei pennen erin en zo. Nou ja, vaak hebben ze ook nog een stethoscoop of zo. Een verpleegster. Ze zijn echt nodig, verpleegsters en verplegers ook. En ze helpen natuurlijk veel mensen. Helpende hand natuurlijk. Dat is die helpende hand. Sterke armen. Er zijn op internet wel dingetjes te vinden. Ook zelfs posters, autonomie van een verzorger. IJzeren rug. Neus met geurfilter. Olifantengeheugen. Observerende ogen. Een luisterend oor. Handen die kunnen aanpakken. Olympische kuiten. Onvermoeibare voeten. Sterke maag. Dikke huid. Ja, noem zo maar op. Ik zou zeggen, ga zelf eens wat poppetjes tekenen. En maak daar eens een verpleger of verpleegster van. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.